Phone 7 heeft goede ondersteuning voor Office natuurlijk, want het is van Microsoft. Phone 7 heeft goede support voor Office, Office 365, SharePoint, etc. Dan kun je direct heen gaan. Dan kun je zeggen: Nou, ik wil eventjes uh, vanaf mijn Skydrive werken, of vanaf mijn SharePoint, of 365, Office 365, of gewoon de documenten die op de telefoon zitten. Je kunt ook zelf documenten beginnen met PowerPoint, Word en Excel. Maar je kunt ook prima werken vanuit mail. Dus als je een mailtje binnenkrijgt en je ziet dat hier een attachment bij zit, dan ga je er eventjes heen. Je ziet hier een, uh, een word filetje Je klikt erop en bam, het wordt meteen gedownload. En je, hebt een, uh, je kunt dit document te pakken krijgen. Je kunt groter en kleiner kijken. Je kunt even zeggen, ik wil het even gaan editen. En dan uh, zeg je van nou, ik wil... En dan kun je ook meteen zeggen: Ik wil graag eventjes bold en it, uh, bold gaan werken. Uh, meer bold zijn. En je kunt natuurlijk ook met kleurtjes gaan werken, underline en dat soort zaken. Dat kan meteen uh, worden gedaan. Dan heb je, um, als we even hier kijken, ik wil het niet opslaan. Ik kan ook meteen even naar een spreadsheet gaan. Die spreadsheet die kun je ook gewoon meteen draaien. Die kan ook groter en kleiner worden. Je kunt meteen eventjes naar de verschillende blaadjes toe gaan. En dat kan dus ook meteen vanaf Office 365 vanaf je SharePoint en dus de bedrijfsintegratie is gewoon hartstikke goed.